Eten met Harry. Een kijkje in de keuken van Ingrid de Wolf. Mireille Bekooi heeft een kookrubriek. Manon Thomas heeft een kookrubriek. Joop Braakhekke heeft een kookrubriek. Dus wij dachten dat het voor Harry ook de hoogste tijd was. Ga je aardappels schillen? Dan ga ik met de rest bezig. Ja, maar wat gaan we maken? Wat gaan we... Zuurkool. Onze favoriete gerecht is zuurkool. Met worst. John's favoriete gerecht is zuurkool met worst. Ja. Hij liep toen hij 3 was. Op zijn 5e kon hij praten en nu schilt Harry zijn eerste aardappel. En hoe vaak maak je dat dan voor hem? Eén keer in het jaar. Ik lust het zelf niet, dus ik laat het meestal mijn moeder even meekoken. Die John is natuurlijk een enorm sekssymbool, zou ik maar zeggen. Ja. Toch? Dat weet jij toch wel of niet? Ja. En wat vind jij daarvan? Ik vind dat wel lekker. Jij vindt het wel lekker, maar ja. Al die aandacht van die andere vrouwen. Ach ja, daar wen je wel aan. Want die vrouwen sturen natuurlijk liefdesbrieven naar hem. Sturen slipjes op, weet ik veel van vrouwen. Ja? Ja, dat weet jij ook wel. Nou. Ik heb er nog nooit één in mijn bus gehad. Nou, we gaan lekker zo. Ja. Gaat u bij jou goed? Ja, bij mij gaat hij goed. Wat doe jij er nou doorheen? Appel en een ui. Een appel en een ui? Ja. Hé, maar ze zeggen toch wel dat John een beetje een schopper is en zo? Schuif een stukje op, dat kan niet helpen. Ja, wat zeggen het, hè? Oh, en wat vind jij dan? Waanzin. Dat ben jij het niet mee eens? Ik niet, nee. Oh. Ik weet niet of je zondag hebt gezien hoe meneer Sion mijn man een doodschop gaf. Maar daar wordt dus niet over gepraat. Ja. Kun je dat pannetje even in het midden zetten? Of, ja, bij Groningen. Moet je even, als je wil, van mij even een beetje water pakken. Kopje water. Daar is dan een kopje. Een kopje, sorry. Ja, een kopje. Hoeveel? Helemaal vol? Ja. Oké. Okay. Ja. En die gooi je erbij. Wat kwam hier erbij? Kijk dat je als boyaar geflambeerd hebt. Oh. Gooi je maar in. Oké. Okay. Ja. We gaan even aardappels afgieten. Ja. En dan kan jij zo even als je wil verstampen. Doe ik even hier en dan mix ik het even een beetje. Anders sta je aan je gespataren te stampen. Wordt Feyenoord nou kampioen, denk jij? Ik denk het niet. Hè? Huh? Ik denk het niet. Wat denk jij? Nou, ik volgens mij is hij wel goed. Moet je even proeven? Of lust je het niet? Ja, ik vind het hartstikke lekker zuurkool. Nou, als ik het nou voor proef? Ja, proef jij het, ja. Want anders... Proef jij het maar even voor. Niet lekker is dan... Nou, proef het maar even. Hoe is hij? Heerlijk. Is het dat? Ja. Nou, John, eet smakelijk. Mm.